Goeiedag, Telegraaf. Vandaag waarschuwingscodes, hitteplannen. Als het een keer warm is in Nederland, dan is het ook meteen goed zweten en puffen geblazen. Zometeen de vooruitzichten. Eerst tips van Weerplaza. Want volgens Michiel Severin zijn er meerdere dingen om rekening mee te houden. Ten eerste natuurlijk die hoge temperaturen. Die hebben echt invloed op je als je tenminste heel lang buiten bent en heel behoorlijk actief bent. En de tweede is de zonkracht. Dat is de UV-straling. En doordat er weinig bewolking is en de zon volop schijnt, hebben we op dit moment zo'n beetje met de hoogste zonkracht te maken die in Nederland mogelijk is. Namelijk tegen de 8 aan. En dat betekent dat een onbeschermde huid heel snel kan verbranden. Goed insmeren uiteraard, voldoende drinken en op de juiste momenten ook even de schaduw opzoeken. En als je bijvoorbeeld aan de Vierdaagse meedoet, dan is het ook gewoon heel belangrijk om goede kleding aan te hebben. Niet te bloot, want hoe bloter je bent, hoe meer last je kunt krijgen van klachten. Gewoon licht bedekt, net zoals laten we zeggen de mensen in de woestijn. Die zie je ook bijna nooit met een korte broek lopen. Dat heeft natuurlijk een reden en dat is juist dat je je moet beschermen tegen het zonlicht. In Nijmegen zijn al tientallen wandelaars van hun stokje gegaan door de hitte. Vooral op lange open stukken zonder schaduw. De meeste kwamen weer bij de EHBO, maar er zijn ook een paar lopers naar het ziekenhuis gebracht. Deze woensdag kunnen wandelaars nog vroeger opstaan dan anders. Want vanwege de hitte mag er op de 30 en de 40 kilometer een half uur eerder worden gestart dan gebruikelijk. Of wandelaars kunnen dat halve uur extra gebruiken om extra te pauzeren. Sommige EHBO'ers hadden trouwens liever gezien dat de organisatie de route had ingekort, meldt Omroep Gelderland, maar dat gaat dus niet gebeuren. Gelderland is een van de provincies waar het Nationaal Hitteplan van kracht is. Dat is een plan dat vooral ouderen, chronisch zieken en mensen in verzorgingshuizen moet beschermen. Het geldt ook in Overijssel, Noord-Brabant en in Limburg. De grote vraag is nu wanneer het een beetje gaat afkoelen weer. Donderdag, zegt Michiel Severin van Weerplaza. Het blijft wat mij betreft wel gewoon zomers. We gaan dan eigenlijk van heet naar warm. Donderdag zijn temperaturen zo tussen de 23 en 28 graden. En ook als ik naar vrijdag of het weekend kijk, ja, dan zitten we nog steeds in de buurt van de 25 graden. Dus de zomer blijft gewoon in het land. Alleen de temperaturen worden wat aangenamer, denk ik, voor velen. Terrasliefhebbers in Amsterdam hebben in ieder geval geluk. In het centrum mag de horeca de terrassen wat ruimer openstellen dan normaal. En zaken zonder terrasvergunning mogen vanwege de hitte toch een paar tafeltjes neerzetten. Nu nog zorgen dat u vrij bent in Amsterdam. Dit was Telegraaf vandaag. Sterkte in de hitte. Bedankt voor het kijken voor nu. Dag.